Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video. Zoals jullie voor me zien, zijn we weer op Twitch. En dat betekent dat we weer Twitch clips gaan kijken. Zo nu dan wil ik natuurlijk jullie eventjes de leuke dingen laten zien wat er allemaal op stream gaat gebeuren. Zoals jullie weten stream ik natuurlijk 5 keer in de week op Twitch met verschillende games. En zo kun je dus ook clips maken. En die clips zijn door kijkers gemaakt en het zijn gewoon puur leuke dingen die er zijn gebeurd. De afgelopen dagen, wij hebben gefilterd op de laatste maand. En het is op zich wel geinig. Dit is niet helemaal netjes, maar goed, ik laat het eventjes zien. Wij waren vorige week, zondag waren wij Farming Sim 19 multiplayer aan het doen. En ik wou net een slok nemen van mijn koffie. Maar dat ging niet helemaal goed. Nee, ik heb zelf het bewijs dat ik niks heb gedaan. Ja, dat dus. Dus dat ging niet helemaal goed. Het is ook maar ik moest zo hard lachen om die boer. Dat kan toch echt niet. 4 dagen geleden, als ik dit opneem natuurlijk, deed ik een dienst politie. Dat was eigenlijk vorige week dinsdag. En we hadden dus iemand hadden we aangehouden, maar die ging er dus vandoor. Let op, en dan gaat hij taseren, let op. Ho! Ho! Pas op jongens met het taseren. Oh, hij flikkert helemaal naar beneden. Ah, dit is toch fantastisch. En gisteren hebben wij Red M gespeeld. Een gloednieuwe game, Red Dead Redemption RP. En Wimpy die zat weer een keertje op een paard. En ja, je weet ook weer hoe dat als Wimpy ergens mee bezig is. Dan gaat het ook niet altijd helemaal goed. Dus ik zei, ja, kijk maar wat er gebeurt. Oh, ja, I thought that... Help! Dat is geknold af. I thought that was my horse. Excuse. Oh. Wat een vreselijk apparaat. Wim, kom terug. Ja. Kom hier. Nou, dat gebeurde dus in oh, het is toch niet te geloven. Maar ik moet de game eigenlijk even opnieuw op. Elke keer, ook als we met Wimpy beheersen, het is altijd gepoepviel. Altijd. Wat hebben we nog meer? Lars ziet spoken. Nou, ik zie niet altijd spoken, maar ik zie wel eens het een en ander wat niet helemaal goed gaat. Ik zit heel veel te kijken hoor, want er zijn zoveel dingen gebeurd de afgelopen weken. Dat is echt spek. Geen idee wat dat is. Dat is achter, wat doei! Dit is Fast and Furious shit, bro. Spek. Ik weet niet wat spek zou in moeten houden, maar... Spek. Wat doe je? Ja, hij zegt dat ik een vrouw ben, dus ik zeg spek met dollo in je nek. Oh, spek met dollo in mijn nek. Oh, ja. Harm, foei. Dat kan niet. Dat kan niet. Koffie, nou hier moest ik heel erg hard lachen. Er zijn zo ongelooflijk veel clips en ik wil natuurlijk wel een beetje recente clips laten zien. Dus, ik moet alleen even kijken welke leuke dingen er zijn gebeurd. Eigenlijk zoek ik altijd de clips met een... met ook daadwerkelijk een titel. Nou, het is natuurlijk niet altijd makkelijk om clips te vinden, maar we gaan het zien. We zijn er nog niet. Wat gebeurt? Ja, ik ga de andere kant op. Oh! Oh! Nou, dat ging dus ook weer helemaal niet goed. Jongens, jullie moeten naar mij toe komen. Kevin, je moet omdraaien. Wat een chaos. Het ging niet helemaal goed. En wie hier nog? GTA Logic, 21 dagen geleden. Hoppakee! Ja hoor! We komen wel in stijl aan. Ik ben die Link dus. Die Link ben ik. Die buiten de auto staat. Je bent aan het dansen! GTA Logic, ik sta aan de zijkant van de auto en ik ben gewoon aan het dansen terwijl ik me nergens aan vasthoud, maar ik blijf wel staan. Nee, ze worden we inderdaad niet serieus genomen. Oh, het is toch niet te doen. Het is toch niet te doen. Echt. Geweldig. Harm knuffel! Ik wou Harm een knuffeltje geven. Ging ook niet helemaal goed. Daar heb je hem. Harm knuffel! Hi! Hoi! Goed aan met jou. Je hebt gisteren zoveel gemist. Echt.
Maar voordat het ook nog zover is, we hebben natuurlijk nog veel meer clips. En niet alleen aan mijn kant, maar wel in de dingen waar ik meer speel. En dat zijn clips van Wimpy. En wij hadden dus eigenlijk, wij waren politie aan het spelen en we hadden dus een melding in de bergen. Er zou dus waarschijnlijk waarschijnlijk iemand zijn neergeschoten. Maar dat ging niet helemaal goed. En nou ja, we waren dus al aan een poepviool en dit gebeurde er toen. Let op. Dit gebeurde er toen. Hiervoor heb ik nou die perkitjes. Wacht wel even. Oh, oh pas op! Nee. Oh, ze stop me gewoon! Oh, ze stop me gewoon! Oh, nee! Maar het was dus de hele avond, de hele avond was er echt, echt gepoepviool. Echt, ik zweer het. Het ging alleen maar fout. En ik ben aan het rijden nu, hè. Oh nee, Harm is aan het rijden. Wat mis ik de tijd dat ik mijn auto gewoon kon repareren. Wat doet hij? Accidentje. Commissaris B kent geen angst. Klopt, ik ken nooit angst. Zijn er bijna? Leuk, met ik ben dus nu aan het rijden. Oh, met die volle Mercedes. Dat kan zo niet. Oh, vreselijk niet. En hier begon het al met gepoept, joh. Het was echt. Dit kun je allemaal niet schrijven, jongens. Dit gebeurt gewoon en dat is juist het leuke. Het gebeurt gewoon zonder dat jullie boven door hebben. Alsjeblieft, rustig aan, want ik zie dat helemaal fout gaan. Ik zie de clip. Ik zie de clips alweer op de oren vliegen. Nee, dat valt wel mee. De GPS staat. Oh, ja, ik denk dat je hem onderweg tegenkomt, want ik loop nog steeds over de baan. We moesten ze helemaal heel bovenop Mount Chiliad moesten we wezen. Met een beetje gas blijven geven, nee, maar zo duurde dagen. Ja, als ik te hard ga, dan vliegen we de bocht in jou. Je bent ook nog reus. Ja, en dan begrijp je ook wat ik bedoel met rollen. Juist, recht een stukje gas geven. Ja, en gas. Oh, dat wil niet. Dat wil niet, maar die andere kant niet. En de Zoelen kwam er nog aan en de Zoelen die knapte uit de lucht en... Echt waar. Zijn er bijna? Leuk met maar dat dus. Toen hadden we nog... Even kijken... laten we de crossmotor pakken om weer naar beneden te gaan. Dat is ook niet helemaal goed. Zijn we crossmotor, dan kun je beter mee naar beneden. En onze Mercedes staan? Ja. Ze gaan richting vliegveld. Ja, Ik kan niet achterop. Dat is Roos, dat is Dylan, dat is Wim en die grijze ben ik. Ja. Ik kom gewoon niet achterop. Roos! wat doet ze? Die zak zo vast dan, Jan. Die zak zo onder u. Ja. Oh. Gaat goed. Commissaris B, ik heb geen angst, hè? Er is niks te zien. Dat hebben jullie net ook al gezien. Wat hebben we nog meer? De remmen die werkten niet meer. Oh. Zeg maar. Oeh, dit is wel heel hoog. Ging ook niet goed. Gaat het goed? Nee. Nee, dat gaat niet goed. Dit is te stel. Oh jee. Yeah. Oh shit. Oh. Oh shit. Help. Nee, dit help. Wel. Help. Nee, dat gaat niet goed. Oh, help. Stop. En ik flikker dus naar beneden. Ik moet eraf. Toen was ik dood. Leef je nog, man? Nou, dat dus. Die kan toch niet, jongens. Jantje, leef jij nog? Ja, en Jantje die dacht... Wimpy die gaat me helpen. Nou, echt niet. Zo gemakkelijk. Oh, vreselijk. Ja, ik kan wel zoelen halen. Ja, ik probeer hem. Ik fix wel Zulu, kom ik jullie oppikken. Ja. Ik val ook. Hartstikke dood. Oh, vreselijk.
geïrriteerd waarschijnlijk. Ik ben dood. Ik ben dood. Ja, en toen lag Wim ook met de hak omhoog. Oh, 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 oh. Niet te filmen. Ik kom eraan. Maar echt, de hele avond ging het zo. De hele avond. Echt waar. Het is echt... het is niet te filmen, laten we het zo zeggen. Maar in ieder geval, jongens... het was echt geweldig om te doen. Nou, mijn camera is nog een beetje raar aan het doen, maar het is heel erg... clips zijn altijd geweldig, dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Knal even like erop, heb je dat niet gedaan. En dan zie ik jou zo meteen heel graag bij de stream. Bij de stream? Nee, dan zie ik jou heel graag de volgende keer. Mijn stream op Twitch of natuurlijk gewoon bij de video's.